Huh? Wow! Whoa! What is it? Whoa! Help! Ah! Whoa! Whoa! Goedenavond. Nee, goedemiddag moet ik zeggen. En voor de kijkers die mij nog niet kennen, mijn naam is Jelle van der Ster. Ik ben de algemeen directeur van Stichting Setup. En in deze presentatie wil ik jullie meenemen in de inzichten die we het afgelopen jaar hebben opgedaan tijdens ons eigen onderzoek naar het top-level domein TotSoi. Het afgelopen jaar hebben we met heel veel experts en heel veel slimme mensen en ontwerpers om de tafel gegeten. En daardoor zijn er bij ons veel nieuwe inzichten en lampjes gaan branden over hoe we dit geweldige top-level domein willen vormgeven en in de markt willen zetten. Maar ja, naast die inspirerende gesprekken is voor ons ook duidelijk geworden dat het een project zou zijn met een nog langere adem dan we aanvankelijk hadden gedacht. Nou ja, eerst dachten we, nou ja, rond januari 2021, ofwel vorige maand, moeten we toch wel de registratie bij ICANN in kunnen dienen. Maar als we nu de berichten mogen geloven die we van de organisatie krijgen, is dat je moet rekenen dat we eind 2022 of begin 2023 onze aanvraag in kunnen dienen en dat het vervolgens nog meerdere jaren kan duren voordat we ook daadwerkelijk live kunnen gaan. Dus om dat een beetje tastbaar te maken, in het gunstige scenario zal rond 2025 of 2026 TotSoi live kunnen gaan. In Utrechts termen is de dom eigenlijk al, de restauratie al lang vertoond, afgerond. Gaat mijn neefje al naar de middelbare school en heeft onze ster Frenkie de Jong al 2 keer op een EK en 2 keer op een WK geschitterd. En zullen er zelfs in Studio Sport al stemmen op gaan of dit nou wel zijn laatste EK moet zijn. Maar deze lange boog die biedt volgens mij ook een kans om nu goed ons onderzoek af te ronden, dat met jullie te delen en vervolgens ook een nieuwe stip op de horizon te zetten voor de komende 2 jaar. Huh? Waar ben ik? Welkom Zet. Je bent in het internet van 2021. In het TotSoi top-level domein om precies te zijn. Wat doe ik hier? Ik zag dat je details zocht over de sorry-melding. Je bent op de goede plek. Huh? Sorry? Op deze plek worden sorry-websites gemaakt. Hier gaan internetbedrijven het gesprek aan met hun gebruikers over hun verdienmodellen en datapraktijken. Sommige sorry-websites zien eruit als een groot excuusprikbord. Sommige worden gebruikt als een virtuele plek voor een gesprek tussen bedrijven en gebruikers. Maar er zijn ook sorry-websites die dienen als schandpaal voor techbazen die te vaak sorry zeggen voor hun misstanden, maar daarna gewoon verder gingen met hun verkeerde praktijken. Ja, voor de mensen die misschien een beetje hyper werden van de passief-agressieve Clippy-imitatie van Ellen Bijsterbos, zal ik nu in mijn woorden vertellen. 1. Waarom Setup zo graag een top-level domein wil registreren. 2. Hoe je als bedrijf aan zo'n TotSoi kan komen. En 3. Wat je als gebruiker gaat zien als je in je browser naar een www.TotSoi-pagina gaat. En voor de mensen die hyper van mij worden, geen nood, Ellen Bijsterbos komt zo weer terug. Waarom wil Setup zo graag een top-level domein registreren? Nou, de afgelopen jaren zijn we overspoeld met excuses van techontwikkelaars en bedrijven die spijt hadden van hun creaties. Ook zagen we veel techbedrijven die publiekelijk excuses maakten. Maar wat we merkten was dat die uitingen van spijt meestal bleven hangen in of een soort van holle PR-frases of aan de andere kant haastig door de industrie zelf aangedragen oplossingen.
Beide zijn volgens ons niet echt handig om te komen tot een volwaardig nieuw internet waar gelijkwaardigheid centraal staat. Daarom willen wij van het setup een nieuw stukje internet claimen, .sorry, waar het gesprek wel plaats kan vinden. Om deze plek te realiseren stappen wij naar de ICANN om te zorgen dat je in de toekomst ook .sorry domeinen kan registreren. Maar hoe kan je dan als bedrijf .sorry's registreren? Terug naar jou, Jelle. De vraag die wij het afgelopen jaar het meest hebben gekregen toen wij mensen vertelden over ons .sorry project was mag ik dan alvast huppeldepub.sorry registreren? Nou, gelukkig hebben we daar geen harde toezeggingen in gedaan, want we zijn erachter gekomen dat we .sorry domeinen niet willen uitreiken op basis wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zoals normale top-level domains als .com.nl. Nee, een .sorry domein moet je verdienen. En hoe je een .sorry kan verdienen, dat bepalen wij op basis van onze mussenindex. Wat is onze mussenindex? Terug naar jou, Jelle. De dode mussenindex is een scoringsysteem die we bij Setup hebben ontwikkeld om de excuses van techbedrijven te categoriseren. Nou, je ziet hier dat die loopt van zeer slecht tot goed. En dat houdt ook in dat je bij zeer slecht krijg je 5 dode mussen. Nou, eigenlijk van het geweldige spreekwoord iemand blij maken met een dode mus. Tot aan 5 levende mussen, dan doe je het heel goed. En op basis van de excuses die techbedrijven maken, beoordelen wij of ze er goed of slecht in zien. En op basis daarvan krijg je ook zeggenschap over je .sorry domein. Ben je dus goed in het maken van excuses, mag je helemaal zelf bepalen wat er op jouw top-level domein gebeurt. Want dan ja, ben je goed in het maken van excuses, dus mag je er ook ruimte voor nemen. Kan je het niet, ben je heel slecht in het maken van excuses, hebben andere mensen er controle over. Nou, bedankt Jelle voor deze mooie uitleg over de mussenindex. Maar wat ga je als bezoeker van een www.sorry pagina, wat ga je meemaken in je browser? Nou ja, in the end of it all zal het er gewoon uit gaan zien als een normale website. Maar ja, voor het opzetten van die website en het beheren van die website willen we graag een organisatie gaan opzetten die gaat werken als een mix tussen aan de ene kant Wikipedia, maar aan de andere kant ook een organisatie als Follow the Money. Dus een organisatie die aan de ene kant zijn voelspriet in de maatschappij heeft, die ook daar input van vraagt en krijgt, maar aan de andere kant wel met een eigen journalistieke signatuur om die sorry-stand te gaan beoordelen. Maar waarom doen we dan zo moeilijk met het registreren van een top-level domein? Dat zal ik je vertellen. Als je kijkt naar wat een bezoeker in zijn browser gaat beleven, dan kunnen we inderdaad met het huidige internet uit de voeten om deze site en organisatie te gaan optuigen. Maar toch denk ik dat het heel belangrijk is dat we die grote extra stap zetten naar het creëren van een top-level domein, omdat we daarmee laten zien dat het voor ons als kleine organisatie mogelijk is om daadwerkelijk iets te veranderen in het internet. En die wordingsgeschiedenis van die organisatie, die erfenis, is volgens mij heel belangrijk om uiteindelijk ook uit te stralen naar buiten toe, naar andere organisaties, dat er een werkelijke verandering ook mogelijk is. Dat maakt volgens mij .sorry niet alleen een organisatie die nu in het internet geboren is, maar die over de komende 20 jaar nog steeds relevant kan zijn binnen het internet. Daarnaast, met het hebben van zo'n top-level domein, biedt het volgens mij ook extra kansen die ik nu nog niet kan voorzien. Juist daarom denk ik dat het belangrijk is om die extra grote, mooie stap te zetten naar de ICANN. Wat betekent dit nou in de tijd en de planning? Nou ja, doordat we .sorry voor het publiek als een gewone website toegankelijk willen maken, betekent dit dat we met de start van .sorry niet hoeven te wachten totdat we ooit dat top-level domein hebben geregistreerd. Gegeven de tijdslijn waar we naar kijken, kunnen we dus de komende 2 jaar, van 2021 tot 2022, gebruiken om onze fondsen te werven en deze organisatie in te gaan richten, zodat we in 2023 en 2024 al kunnen starten met het optuigen van de organisatie verder en het starten van het beoordelen van de sorry's. Zodat we uiteindelijk in 2025, 2026 onze .dev, .sorry kunnen verliezen en ons eigen top-level domein gaan uitventen. Maar ja, een hoop woorden van mij. Maar hoe ziet het nou in het echt eruit? Hoe zou dit eruit kunnen zien? Als ik het niet alleen maar hoef uit te leggen, maar de plaatjes bij zouden zijn. Nou ja, daar hebben wij dus het ontwerper Tom Schouw voor gevraagd om dit alles voor ons uit te tekenen. En ik sprak met hem een aantal dagen terug op de Zoom. Nee, leuk Tom dat je even aan wilde schuiven bij deze livestream.
Nou, bedankt voor de uitnodiging. Leuk om. Zou je misschien even voor willen stellen wie je bent en wat je doet? Zeker, ja. Ik ben Tom Schouw. En ik heb mijn eigen ontwerpstudio, Studio Tom Schouw. Ik ben vorig jaar afgestudeerd aan de Willem Koning Academie hier in Rotterdam. Toen focuste ik me voornamelijk op interactieve installaties. En daarmee probeerde ik complexe ideeën vorm te geven, zodat mensen daar zich beter in kunnen verdiepen. En de laatste tijd, door de limitaties, begeef ik me veel meer op het digitale domein. En werk ik graag nog meer complexe ideeën uit in visualisaties. Nee, en daarom, je had ook deelgenomen aan onze designathon op de Design Week, toch? Over Tot Sorry, waarin we met elkaar hebben zitten brainstormen over hoe zo'n top-level domein zou kunnen werken, toch? Ja, klopt. Met samen met veel andere ontwerpers, klopt. Een hele leuke sessie. En vanuit daar hebben we jou dan gevraagd om, al die ideeën die daar zijn ontstaan, om naar die complexe ideeën te visualiseren voor ons. Zodat ze niet meer alleen in onze hoofden zitten, maar dat ze ook tastbaar worden en we ze ook makkelijker kunnen gaan delen. Dus de eerste ontwerpvraag die we dan bij jou hebben neergelegd, van stel het top-level domein .sorry is er. Hoe ziet de landingspagina eruit? Met daarop dan aan de ene kant, hadden we dan wel gezegd, er moet het dashboard moet erop zitten, waarin we de actuele staat van de sorry's kunnen zien. En er moet ook een overzicht zijn van hoe de sorry's geclaimd zijn. Hè? Wat daar de status van is. Welk techbedrijf heeft al onze sorry-pagina en welk bedrijf toch niet. Dus en daar hebben we jou het bos mee gestuurd. En, waar ben je mee teruggekomen, Tom? In onze, ja. Voor de gebruiker is het, moet het meteen duidelijk worden dat hij of zij aankomt op een plek waar een domein geclaimd kan worden. En dit heb ik geprobeerd duidelijk te maken met een enorme zoekbalk, waarin je kan typen of jouw domein open staat of niet. En om het nog makkelijker te gebruiken, om het nog makkelijker te maken voor de gebruiker, staan er al vrij veel bekende techbedrijven, bedrijfsicoontjes. En je kan dus ook zien of zij bezig zijn met het formuleren van een sorry, of dat ze een recente sorry hebben gepubliceerd. En zoals je ziet, hover ik hier over Facebook. Die heeft nu zo te zien een score van -3. En daarin wordt op een gegeven moment, als je daarop klikt, duidelijk dat er een 3 dode mussen score is gehaald. Maar lijkt niet te ver vooruit lopen. Nee, want er zijn daarnaast op dit soort van de van welkome pagina, waar je ze dan vrolijk ziet rondzweven en je als bezoeker kan spatsieren en kijken wie er allemaal al aanwezig is, waren er nog 2 soort van complexe dingen die je wilde vertellen met deze de Tot Sorry domein. Eerst is dat we het niet de Tot Sorry's gingen uitgeven zoals een standaard top-level domein, van als je als eerste komt en je hebt geld, dan mag je hem hebben. Nee, je moest ook je Tot Sorry domein verdienen op basis van een onze mussenindex. Als je goed bent in het uiten van excuses, krijg je hem toegewezen. Maar als je er niet goed in bent, blijft hij van de community, het Tot Sorry domein. En tot er ook een soort van jury achter zou zitten die actief sorry's van techbedrijven zou scannen en beoordelen. En die weging ook zouden maken. Dus die, volgens mij, ik zie daarboven dan 2 knopjes waarin je op kan klikken. Dus claim en verdict zijn het volgens mij. Mm-hmm. Bij claim kan je dan krijgen het overzicht te zien, toch? Hoe dat scoring systeem werkt. Ja, hier wordt uitgelegd hoe het meetsysteem werkt, inderdaad. Ik kan me herinneren dat we daar vooral met het bordspelmetafoor hebben zitten werken. Dat je exact. Dat je eigenlijk een soort van routekaart hebt. Nou ja, corona-routekaarten zaten misschien in ons hoofd toen we dit aan het bedenken waren. Wellicht. Dit spelbordelement laat voor mij goed zien dat dit iets is waar je kan stijgen en kan dalen, wat heel belangrijk is bij dit meetsysteem. En dat het dus niet iets statisch is. Nee, en daaronder zie ik dan ook heel duidelijk uitgelegd van wat dan die stappen zijn en wat je ook moet doen om beoordeeld, waar je op beoordeeld wordt door bedrijven. En daaronder weer een overzicht van alle verschillende techbedrijfjes. En welke status van sorry zij hebben. Mm-hmm. Ja.
En volgens mij als je daarop klikt, dan kom je, ga je nog dieper de rabbit hole in, waarin dan het de beoordeling van dit specifieke techbedrijf, hoe zij met sorry's overweg gaan, kom je dan tegen, toch? De score van het bedrijf waar je klikt. En inderdaad ook waar dat op gebaseerd is. En nog veel meer. Laten we erheen gaan. Mm-hmm. De Tech Apology Verdict. Hierin wordt uitgelegd dus hoe het systeem werkt. En in het voorbeeld is dus ook de status van Facebook. Dus in dat oranje vlak zie je hoe het op dit moment ervoor staat. En dat kan dus beter. en daaronder staat dus ook al een tip voor Facebook hoe ze hier zich in kunnen verbeteren. We hebben hier dus ook te maken met moderators die zich bezighouden met wat allemaal gebeurt op de pagina. En een live blog beoordelen op basis van de sorry's die worden geformuleerd. En nog meer eigenlijk. Nee, zie je echt een aantal elementen. Aan de ene kant een soort van het eindoordeel van Facebook. Stop met aandacht verleggen. Hoewel ze stappen hebben gezet, zijn ze nog steeds een megalomane surveillancekapitalist die democratie ontwricht. Jij kan dat beter. En als tip geven ze mee, kijk om je heen, gebruik die miljarden om de goede krachten in je organisatie te mobiliseren en jezelf van binnenuit te veranderen. Die zijn er echt hoor. En die tips en kritiekpunten worden dan geformuleerd door in onze fantasie de moderators die daaronder zitten. Ze hebben naast ons eigen Siri Berends, Marietje Schaken en Albert Verlinden hebben we ook erin gezet om dit te doen. Die dan eigenlijk met elkaar bepalen hoe we alle excuses van Facebook. Ja, dit is Facebook. Ja. En volgens mij, als je verder naar beneden scrolt, dan kom je ook nog in het community gedeelte waar meer mensen ook techsorries kunnen aanmelden. En er ook een levendige discussie kan zijn tussen niet alleen de moderatoren, maar ook iedereen die mag meepraten over over hoe Facebook zich gedraagt. Ja, een hele timeline. Nee, waar dan eigenlijk die timeline zich dan destilleert tot het eindoordeel. Ja, die dan om de zoveel tijd geüpdate kan worden als ze goede of slechte stappen zetten. Ja, dat is een Facebook dan. Nee, maar volgens mij heeft het een mooi beeld weer van aan de ene kant hoe zo'n welkompagina van .sorry eruit zou kunnen zien. Hoe we de domeinen gaan uitgeven. Maar er was nog een tweede vraag die we ook bij jou hadden neergelegd. Namelijk niet alleen het uithangbord van .sorry, maar ook hoe zou dan zo'n pagina Facebook.sorry eruit kunnen zien? Of exact. Hoe geef je eigenlijk die soort van machtbalans die dan ook erin zit, dat je niet volledig eigenaar bent van je website, maar toch ook wel weer een beetje. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Hoe geef je dat weer? Dus wat ben je daar? Hoe zijn we daar? Waar zijn we daar? Wat heb je daarvoor gemaakt? Ja, dit vond ik een van de leukste concepten die we hadden liggen. En ook het meest uitdagende om te visualiseren. Want normaal domein, als je die claimt, dan is die volledig voor jou. Eigenlijk een soort blanco papiertje waar alles nog op kan. En ja, voor .sorry is dat toch net iets anders. Jullie idee was eigenlijk al dat het domein wat uitgedeeld wordt, laten we in dit voorbeeld dus ook Facebook zeggen. Dat Facebook uiteindelijk gelimiteerd wordt op basis van hun mussenscore. En dat ze minder zeggenschap krijgen, minder vrijheid over wat ze kunnen plaatsen. Even ter verduidelijking, de achtergrond met de rode letters is de plek waar Facebook iets kwijt kan. En aan de voorgrond is een plek waar gebruikers, hoe kan ik het beter zeggen? Gebruikers die excuses willen ontvangen, ook een plek te geven. En hiermee wou ik graag die machtsverhouding, zoals je zei, verduidelijken en tegen elkaar zetten. Nee, en ik zie ook een mooi musje erop en ook de soort van de scorekaart zie ik ook weer terugkomen. Ja, die komt ook terug. Terug zijn. En als je daarop klikt, dan kom je weer terug bij de originele product, waar dat dan vandaan is gekomen. Nee, en dat je ook zo'n techbedrijf bent om alleen maar in teksten een soort van excuses aan te maken. Dat je ook op die manier in ontwerp
soort van een gelijke machtsverhouding hebt. Dat je gewoon alleen maar met teksten typen met elkaar moet uitvechten. Ja, daar zullen ze het mee moeten doen, inderdaad. Geen fancy marketing. Nee, toch? Dus dan, nee, geen ruimte voor. En heb je ook een voorbeeld van de andere kant op? Dat die waar er iets meer ruimte is? Zeker. Ja, in dit voorbeeld hebben we Tesla. Tesla laat zien dat elektrisch rijden en daarmee de energietransitie in de auto-industrie mogelijk is. En dat is natuurlijk dat gaat de goede kant op. En daarom is de vier levende mussen. En zoals je ziet hebben ze dus ook meer zeggenschap. Worden ze minder gelimiteerd en meer vrijheid in hun domein. Meer plek om dus hun woorden neer te zetten. En dus ook minder plek voor de gebruikers. Omdat ze minder toe zijn aan excuses, omdat die misschien ook helemaal niet nodig zijn op dat moment. En dit is natuurlijk, dit zal meebewegen naar hoe de mussenindex zich verder ontwikkelt. Nee, ook leuk dat je zegt dat dat ontwerp ook niet voor de gebruikers als een te nauwe jas moet voelen. Hè? Dat ze exact. Dat ze ook, omdat ze zo goed zijn in het aanbieden van excuses en zo'n fijne relatie hebben, heb je ook niet de behoefte om daar flink wat te gaan typen. Of dat is, in onze ideale wereld is dat zo. Hè? Laten we dat maar zo maken dan. Ja. Nee. Nou, bedankt Tom voor al jouw inzichten, hè? Van ontwerpkwaliteit om dit. Jullie ook bedankt voor het toffe concept. En ik ben heel blij om jullie te helpen met visualisaties. Nee, maar het is, lijkt me leuk als we over 2 jaar dit echt live kunnen gaan doen. Ja, heb ik toch meegeholpen aan een top-level domein. Dat is wel iets. Zet die maar op je cv, zou ik zeggen. Exact. Nee, zou ik alvast gaan maken, Tom. Dus dan, fantastisch. Wauw, fantastisch. Een top. Een top-level domein, zei je? Ja. Precies. Er bestaat al Facebook.sorry en Google.sorry en Grapperhaus.sorry. Oh, .sorry is net zoiets als .com. Ieder bedrijf dat een .sorry variant van zijn website heeft, laat zien dat hij gehecht is aan belangrijke waarden in de wereld. Zoals privacy en digitale soevereiniteit. Gaaf. Hoe is deze plek er dan gekomen? Het internet dat jij kent was veelbelovend en democratisch, maar al snel veranderde dat door data-hongerige bedrijven. Zij wilden steeds meer en hierdoor is er veel misgegaan. En al jaren zijn we overspoeld door de rituele excuses, maar er veranderde nooit echt iets. En de bedrijven opereren ook nog eens in een juridisch vacuüm. We konden niet nog 10 jaar gaan zitten aankijken hoe het misging. We moesten iets doen. We zijn naar de mensen die de domeinen op internet beheren gestapt om een .sorry top-level domein aan te vragen. We hebben aan heel veel mensen gevraagd hoe .sorry sites ingericht moeten worden. Zo vroegen we aandacht voor een beter gesprek over wat er fout gaat op het internet. En wat is er voor nodig om weer samen vooruit te kijken en te bouwen aan een beter internet? Iedereen, van vroege internetpioniers tot wetenschappers, bouwvakkers, leraren, vaders, moeders en jonge internetgebruikers kunnen .sorry websites aanvragen. Kan ik ook een domein aanvragen? Ja, tuurlijk! Zet! Ho! Stop! Wat doe je nou? Dit kan de computer niet aan. Stop! Het afgelopen jaar was voor ons een hele leuke reis en we hebben veel geleerd over wat het zou betekenen om zo'n top-level domein te beheren. Nou ja, de komende jaren gaan we daarmee verder, dus blijf ons vooral volgen. En voor nu wil ik jullie een fijne avond wensen. Tot een volgende keer.